In de vorige video hebben we al gezien dat in de tijd van de steden en staten de steden weer op kwamen zetten en Europa zo weer een agrarisch-urbane samenleving werd. Nu gaan we eens kijken naar hoe het in die steden verder aan toe ging. We gaan kijken naar de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van de steden. Nou, dat heeft allerlei kansen als politieke, economische en sociale kansen. Die steden die zorgden ervoor dat er meer vrijheid kwam voor de Europese bevolking. En dat gold voor verschillende groepen. Ten eerste gold dat voor de boeren. Die boeren die hadden zoals we in tijd vak 3 ook zagen vaak weinig vrijheid. Dat waren horige boeren die op dat hof van die heer moesten werken. Alleen nu zien we dat het voor boeren steeds aantrekkelijker wordt om naar de stad toe te gaan. Steeds meer boeren doen dat dan ook. En als ze een jaar en een dag uit de handen van de heer weten te blijven, dan zijn ze ook nog eens vrij ook. Waarom gaan ze naar die stad toe? Nou ja, ten eerste omdat ze daar geen herendiensten meer hoeven te doen. En ten tweede omdat ze daar ook geen tiende, geen belastingen hoefden te betalen aan de heer. Dus op die manier zorgden de steden al voor vrijheid voor de boeren, maar aan de andere kant zorgde het ook voor vrijheid voor de boeren die achterbleven op dat hof van die heer, want die heer zag natuurlijk ook dat hij iets moest veranderen, anders zouden dadelijk alle boeren verdwijnen naar die steden. En daarom besloten veel edellieden om dan maar minder herendiensten te verlangen van een boer, en ook om die tiende, die belastingen wat te verlagen. Dus door de opkomst van de steden kon de boerenbevolking meer vrijheid krijgen. Nou, één groep die natuurlijk ook heel veel vrijheid kreeg door de opkomst van die steden, dat waren die stedelijke bewoners zelf. En mensen die in de stad wonen, die noemen wij een burger. En dat is dus een beetje lastig, want burger heeft twee betekenissen. We hebben het al een keer over burgerschap gehad, maar als we het over burgers hebben, hebben we het dus ook over mensen die in de stad wonen. En in die steden daar kwamen dus de handel en de ambachten heel erg opzetten en daardoor werden die steden heel erg rijk. Er werd veel geld verdiend als men dat goed aanpakte. En dat maakte die steden weer interessant voor de adel, met name de hoge adel. Want die hoge adel die kon dan belasting gaan vragen aan die steden. Die steden lagen immers in hun gebied. Het waren onderdanen van die edellieden. Maar die steden betaalden die belasting natuurlijk niet zomaar. Daar wilden ze wel iets voor terug. En dat kregen ze ook, zogenaamde stadsrechten. Rechten dus die alleen golden voor de inwoners, de burgers van die stad. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen, stadsrechten? We zullen eens even een aantal voorbeelden op een rijtje zetten. En die stadsrechten, die konden zowel over het bestuur gaan als over de economie. Eerst even wat politieke stadsrechten. Steden kregen vaak een bepaalde mate van zelfbestuur. Hoe dat precies in elkaar zat, zal ik dadelijk even op terugkomen. Daarnaast kregen die steden ook vaak eigen rechtspraak. Inwoners van de stad die een misdaad begaan hadden, die werden niet meer berecht aan het hof van de edelman, maar die werden in de stad zelf berecht. En steden kregen bijvoorbeeld ook het recht op een eigen verdediging, zoals de bouw van een stadsmuur, en ze mochten zelf soldaten aan gaan stellen. Nou, er zijn nog meer, maar hier heb je denk ik wel de belangrijkste op een rijtje staan. Economische stadsrechten waren er ook talloze. Zo kregen steden van hun heer bijvoorbeeld het recht om een markt of een jaarmarkt te houden. Nou, dat was natuurlijk goed voor de handel in die stad, goed voor de inkomsten. Steden mochten tol gaan heffen. Dat betekende dat mensen die van buiten de stad kwamen en door die stad heen wilden, daarvoor moesten betalen. En steden kregen ook vaak het recht om bepaalde gilden op te richten. En dat waren samenwerkingsverbanden van ambachtslieden, daar zal ik dadelijk ook nog even op terugkomen. Nou, dat stadsbestuur dat ze dan dus zelf kregen, dat werd nog steeds aangesteld door de adel. De heer die bepaalde wie er in het stadsbestuur kwam in eerste instantie. En dat stadsbestuur bestond uit de schout en de schepenen. De schout kun je eigenlijk een beetje vergelijken met de burgemeester en de schepenen met de wethouders. Waar zorgden zij voor? Nou ja, voor het bestuur en voor de rechtspraak in de stad. In dat stadsbestuur zaten in eerste instantie vooral de patriciërs. En de patriciërs, dat zijn de rijke kooplieden, de rijke handelaren. Zij hadden het meeste geld en zij hadden dan ook vaak de meeste invloed. Maar gedurende de tijd van de steden en staten werden de ambachtslieden ook steeds meer een machtsfactor om rekening mee te houden. Dat kwam omdat zij zich gingen organiseren in zogenaamde gilden, samenwerkingsverbanden van ambachtslieden dus. Alle timmermannen in de stad die verzamelden zich bijvoorbeeld in een timmergilde. En dat betekende dat je alleen timmerman in die stad mocht zijn als je bij het gilde hoorde. Zij maakten afspraken met elkaar over de prijzen en de kwaliteit van de producten en ze zorgden ook voor elkaar. Als je eenmaal in een gilde zat, dan werden jij en je familie geholpen door die gilde. Oké, dus de macht binnen de steden die begon te verschuiven, maar ook daarbuiten begon de macht te verschuiven. Want die steden die vormden een nieuwe machtsfactor in dat hele spel dat er al was tussen die koning als leenheer en zijn leenmannen, die hoge edellieden. Dit hebben we gezien in tijdvak 3, dat is dat feodale stelsel. En nu die steden steeds rijker werden en zij ook soldaten op de been konden brengen, ja, moest die koning en moest die edellieden dus ook rekening gaan houden met die steden.
En die steden die konden daar mooi van profiteren, want als er weer eens een conflict uitbrak tussen de koning en zijn leenmannen, dan konden die steden meer vrijheid eisen door bij zo'n conflict de juiste partij te kiezen. De ene keer streden ze mee aan de zijde van de koning tegen hun eigen lokale heer, de andere keer besloten ze weer om samen met hun lokale heer tegen de koning te vechten. En zo wisten zij dus steeds meer vrijheid voor elkaar te krijgen.